De offensieve portefeuille van beleggersbelangen die is de laatste weken goed op dreef gekomen. Momenteel staat er 4,5% totaalrendement op het bord sinds de start eind 2010. En daarvan werd dit jaar bijna 3% behaald. En we zitten nog steeds met 16% cash. Het is nu niet het moment om te zeggen van dat gaan we volledig aan het werk zetten. Maar wat we wel willen doen is een aantal posities in portefeuille wijzigen. Want we zitten met behoorlijk veel Nederlandse aandelen. Die doen het allemaal heel slecht. Eigenlijk alle underperformers komen van eigen bodem. En als ik daar dan naar kijk, dan zie ik vooral dat qua dividendbeleid en qua dividend, dat ze het gewoon niet goed doen. Bijvoorbeeld Axel, Tenkate, TKH hebben allemaal hun dividend verlaagd. Of keren in ieder geval geen groeiend dividend uit. SBM Offshore heeft zelfs zijn dividend helemaal geschrapt. Kijken we dan naar het internationale gedeelte, bijvoorbeeld Liondel, Basel, DuPont, CSX, Casino Guichard, ook aandelen die in de dividendportefeuille zitten. Dan zien we een veel beter dividendbeleid en een groeiend dividend ook voor de komende jaren. En dat is dan ook precies de richting die we meer op willen voor onze offensieve portefeuille. Meer groei, meer dividend, goede dividendaandelen erin. Wel met iets meer risico dan de aandelen die in de dividendportefeuille zitten. En dat is dus het plan voor de komende weken. En onze abonnees die lezen natuurlijk als eerst welke aandelen we gaan vervangen. En natuurlijk welke nieuwe pareltjes we gaan toevoegen aan de offensieve portefeuille.